Ik verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te worden rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Mevrouw Eggenhoor. Dat verklaar en beloof ik. Wel bekend uit van de raadsleden uit Nieuwegein. Nu in één keer gepromoveerd tot wethouder. En dat lijkt me toch wel heel bijzonder. Mevrouw Eggenhoor, dat is wat. Hoe vindt u dat? Ja, het is heel bijzonder. Ik vind het een hele eer dat ik het mag doen. Ik heb ontzettend veel zin om eraan te beginnen. Maar het is inderdaad wel heel bijzonder. Ja, de afgelopen 4 jaar in de raad natuurlijk al echt uitgebreid kennis kunnen maken met de politiek in Nieuwegein en wat er allemaal speelt. Maar als wethouder vind ik echt wel weer een volgende stap waarin ik gewoon echt hele mooie dingen kan gaan doen. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Is dat de stap met de bedoeling om nog wat verder te gaan? Ik bedoel de stap van wethouder naar burgemeester, naar de landelijke politiek. Nou, dat is een gewetensvraag, want ik heb ook altijd gezegd dat ik geen wethouder wilde worden. En zo zie je maar, nu zit ik hier toch. Dus ik kijk eigenlijk ook niet verder dan 4 jaar. Ik vind het een enorme uitdaging om het de komende 4 jaar te mogen doen. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel weer. Laten we mevrouw Eggenhoor even voorstellen aan het Nieuwegeinse publiek. Wie is mevrouw Eggenhoor? Ik ben een jonge vrouw van 51 jaar. Ik woon sinds 1995 in Nieuwegein. Ik ben geboren en getogen in Ommen, in Overijssel, klein dorpje. En ik ben naar Utrecht gegaan toen ik ging studeren. Ik had altijd gedacht, niet verder naar het noorden, dat is nog meer de rimbo in. Ik wil gewoon naar de deel van het land waar het gebeurt. Dus ik ben naar Utrecht gegaan om te studeren. Ik heb pedagogiek gestudeerd en kwam er tijdens mijn studie achter dat daar geen goede keuze was voor mij. En na heel veel omzwervingen heb ik wel mijn studie afgemaakt en ben ik bij de Nederlandse Spoorwegen uitgekomen, waar ik de afgelopen 3 jaar heb gewerkt voor de bedrijfsacademie. Verantwoordelijk voor alles wat met machinistenopleidingen had te maken. En daar heb ik nu ontslag genomen om nu te beginnen aan deze nieuwe taak. Ik woon in Fokkesteeg. Toen ik in Nieuwegein kwam wonen, ben ik begonnen op de Lijsterbeststraat. Uiteindelijk verhuisd naar Fokkesteeg, naar de Schanzen. Waar ik heerlijk in mijn eentje woon, in een heerlijk huis met mijn 3 katten. Geen kinderen. Helemaal prima. Goedemorgen, 3 katten. Waar laat je die beesten allemaal? Nou, de vraag is waar nog plek is voor mij als ik thuis kom. Goed, dat zal ik niet vragen. Dat is duidelijk. Mevrouw Eggenhoor, welke portefeuilles heeft u gekregen? Allereerst economie. Mooie portefeuille. En daarin zie ik het echt als mijn opgave om in de komende 4 jaar ervoor te zorgen dat Nieuwegein, die toch onderdeel uitmaakt van een hele sterke Utrechtse regio, om die positie van Nieuwegein in de regio economisch gezien nog meer te versterken. Ondernemers aan te spreken om zich in Nieuwegein te vestigen. Dat levert ook weer banen op. En dus dat. Werk en inkomen. Dat zit ook in mijn portefeuille. Vind ik een hele mooie verbinding met economie. Omdat ik het belangrijk vind dat iedereen die in Nieuwegein woont deel kan nemen aan de samenleving in Nieuwegein. Op welke wijze dan ook. Iedereen is ergens goed in, heeft een talent. En kan iets betekenen. Of voor zichzelf, of voor de wijk, of voor de mensen om hem heen. Dus dat vind ik een hele mooie combinatie om samen te gaan werken met ondernemers. Maar ook met onderwijs, met gemeente, met welzijn. Om te zorgen dat iedereen in Nieuwegein mee kan doen aan de samenleving. En nog een grote brok in mijn portefeuille is mobiliteit en bereikbaarheid. Hangt ook, vind ik, weer heel mooi samen met economie. Ik heb een mooi rond pakketje gekregen. En daarin vind ik het belangrijk dat mensen in Nieuwegein veilig, maar ook snel naar bijvoorbeeld school, naar werk, maar ook weer terug naar huis kunnen. Ik denk dat iedereen wel voorbeelden heeft van punten in de stad waar het soms maar net goed gaat. Of punten waar je echt net weer te lang voor rood staat te wachten. En daar wil ik ook graag wat aan doen. Het is een hele mond vol wat u nou even vertelde. Dat lijkt me heel, heel zwaar. Wat is de zwaarste in de portefeuille, denkt u? De lastigste, de moeilijkste, waar u het meeste tegenop ziet? Nou, waar ik denk de grootste klus in zit, is toch wel werk en inkomen. Om te zorgen dat iedereen in Nieuwegein de kans krijgt om mee te gaan doen. Op welke manier dan ook. Ik denk dat dat een hele klus wordt. Ja. We hebben een mooi vrijwilligershuis gekregen. Ja. Daar zouden dus heel wat mensen die niet aan de baan kunnen komen, daar terecht kunnen.
Ja, dat is een van de mogelijkheden. Bijvoorbeeld. Ik denk, we moeten gewoon gaan onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn. En volgens mij kan het ook heel dicht bij huis en heel simpel zijn. Dus daar moeten we gewoon goed naar kijken. Kijk, het mooiste is als mensen ook kunnen geholpen kunnen worden naar een betaalde baan. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee, dat weten we. Dus als we ervoor kunnen zorgen dat inderdaad ook het vrijwilligershuis, dat mensen daar gewoon mee kunnen doen, dat die drempel ook gewoon laag is. Dat zou fijn zijn. Iedere wethouder heeft ook een x-aantal wijken tot zijn beschikking gekregen waar hij of zij zich moet profileren, iets moet gaan doen. Dat heb ik nog nooit begrepen. Misschien kunt u daar wat over vertellen. Ik denk dat mijn voorgangers dat ook hebben gezegd, maar ik heb de drie mooiste wijken van Nieuwegein in mijn portefeuille. Galekop, waar we nu zijn, de Binnenstad en Merwestein. En ik heb ontzettend veel zin in om kennis te gaan maken met de mensen in de wijken. Horen wat er leeft. En dan ook kijken wat ik daarmee kan. Wat ik daarmee moet, wat ik daarmee kan. Zo. Het gaat beginnen. Het is al begonnen. 7 juni, dan mag u aan de bak. Wat gaat u als eerste doen? Dat is een lastige vraag. Ik denk dat ik als eerste een kop koffie met mijn 4 medewethouders ga drinken. Dat is de eerste juiste goede opmerking die ik gehoord heb. We wensen jullie heel veel succes, erg veel sterkte. En ik weet zeker dat wij elkaar tegenkomen. Dank u wel. Dank u wel.